In deze laatste zomerweek blikken we met Roy Pakbier vooruit naar de komende kerstmarkt in de gemeentegrot. En zal het succesvolle kinderzwerfboekenproject zijn vervolg krijgen. Wandelgids Jo Knubbe vindt dat de wandelpaden slecht onderhouden worden. En wordt de Amstel Gold Race zonder publiek verreden. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. Gaat de kerstmarkt 2020 in de gemeentegrot dit jaar door? Zullen de parkeerplaatsen achter mij dan weer helemaal gevuld zijn? Of wordt overgegaan tot een afgelasting? We leggen de vraag voor aan Roy Pakbier van de Pepper Company, belast met de organisatie van de kerstmarkt in de gemeentegrot. Over 8 weken starten dan de exacte voorbereidingen van de kerstmarkt in de gemeentegrot? Ja, dat klopt. Zoals het er nu uitziet gaan we inderdaad medio oktober beginnen met de voorbereidingen voor de kerstmarkt. Ondanks de corona? Ondanks de corona. Natuurlijk voordat we starten zit er een heel traject voor met een vergunningentraject. En, ja, maar je begint toch niet als je bij wijze van spreken weet dat de markt niet door kan gaan? Nee, ja, dat klopt. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat is natuurlijk wel, in deze tijd is het heel moeilijk te voorspellen wat er überhaupt morgen gaat gebeuren. Dus laat staan wat er deze winter gaat gebeuren. Maar we zijn volop bezig met de voorbereidingen, met standhouders, de ticketing zijn we mee bezig. De websites krijgen een update. En ook met de leveranciers zijn we in afstemming. Dus hij gaat dan door? Op dit moment gaan we door, inderdaad. En worden er bijzondere maatregelen getroffen in de gemeentegrot? Ja, zeker. We zien eigenlijk de gemeentegrot als een soort winkel. Waar je diverse in- en uitgangen hebt, nooduitgangen. We zijn nu aan het onderzoeken, we hebben plannen geschreven hoe we de mensen veilig binnen langs de stands kunnen krijgen. En daarbij is het belangrijk om te zeggen, het aantal bezoekers wat tegelijkertijd in die grotten zal zijn, ja, daar wordt op dit moment naar gekeken. Maar komt er ook een soort inrichtingverkeer? Nee, er komt geen 100% inrichtingsverkeer, maar er komen wel looproutes. Dus je komt binnen en je houdt eigenlijk de rechterzijde aan om door die hele grot te lopen. Ja, maar ik sta even stil bij deze stand, wil iets bekijken en zo. Word ik dan opzij geduwd? Of? Nee, niet opzij geduwd, maar we zorgen wel voor hostessen, maar ook beveiligingen binnen die mensen wijzen op die 1,5 meter richtlijnen. En buiten, bij de ingang, weer een hele lange file via het Grendelplein en Brinkerstraat. Dat is eigenlijk een hele goede vraag, want dat beeld herkent iedereen. Nou, we zijn samen met Visit Zuid-Limburg en met Tikli zijn we bezig om het reserveringssysteem aan te passen. En je kunt straks alleen maar een ticket online kopen. En je geeft meteen een tijdsblok aan. Dus dat moet voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan voor de grot en op het Grendelplein. Ja, dus spontaan eventjes naar de gemeentegrot voor de kerstmarkt is er niet bij? Is er voorlopig niet bij. Er spelen wel gedachten om een dagkassa ergens centraal in Valkenburg te gaan organiseren. Maar voor nu adviseer ik kopen je ticket online, want dan ben je zeker van toegang. En belangstelling van de standhouders is hetzelfde als vorige jaren? Ja, ook daar uiteraard vragen. Maar wij mogen blij zijn met de reacties van de standhouders die eigenlijk iedereen wil komen. Ja. En wanneer vindt dan de officiële opening plaats van de kerstmarkt in de gemeentegrot? Vrijdag 13 november, daar gaat de kerstmarkt gemeentegrot open. Met het einde van de schoolvakanties stopt nu ook de actie kinderzwerfboeken. De zwerfman is terug in het geboel. Na de zwerftocht die is in de gemeente Valkenburg heeft gedaan. Hij is bij het koetshuis geweest, bij de speeltuin, bij Visit Zuid-Limburg in Valkenburg en als laatste bij Biederbekker in Schinnergeul. Vooral daar was het een heel groot succes. Veel toeristen hebben de boekjes meegenomen en de boeken zijn dus nu echt door heel Nederland aan het zwerven. Dus ik ben heel tevreden over het resultaat. We kunnen spreken over een mooie zwerftocht. En nu is het zaak dat er weer een beetje voorraad wordt aangevuld. Want zoals je ziet zijn er heel veel boeken weg. Ja, je krijgt dus nu weer een herfstvakantie. Is in de herfst en in de kerstvakantie weer iets te doen voor de kinderen? Ja, het plan is om in de herfstvakantie is ook met overlap Kinderboekenweek. Om dan ook weer met de zwerfboeken aan de slag te gaan. En waarschijnlijk, maar dat is nog niet zeker, gaat de zwerfmand in de kerstvakantie ook weer op zwerftocht. Maar hou de Facebookpagina in de gaten en je ziet waar de mand te vinden is. Dankjewel. Binnenkort gaat de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul spreken over de begroting voor de komende jaren. Ongetwijfeld komt daarbij als belangrijk item naar voren het onderhoud van fiets- en wandelpaden.
aan Jo Knubbe, vervent Valkenburgs wandelaar en schrijver van wandelboekjes, de vraag welk advies hij heeft voor de gemeenteraadsfracties. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er heel veel advies te geven is. Want zeker het onderhoud van de wandelpaden laat nog wel te wensen over in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Ja, dat is een algemene term. Maar kun je ook specifieke voorbeelden noemen? Ja, ik kan het ook wat specifiek noemen. Als u kijkt op de Oosterwijk bijvoorbeeld, bij de Sint-Jansbron. Er is een jaar of 10 geleden is daar een ommetje Valkenburg geïnstalleerd. Via Niks in de Hand, via mijn persoon en via de gemeente. Hadden ze ook mooie bordjes opgehangen. Nou, op dit moment de bordjes zijn verdwenen. De route is helemaal niet gemarkeerd. En het wordt dus ook niet meer gelopen. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor een ommetje saloon. Een ommetje saloon wat iedereen in Valkenburg kent, wat heel veel gelopen wordt, een wandeling van een kilometer of 6. Daar hadden eigenlijk aparte bordjes voor moeten zijn en aangeven dat we die kunnen lopen. En dat is zo jammer. Dat is dus een... onderhoud is in die zin niet alleen onderhoud van het pad, dat het een beetje vlak is, maar ook bewegwijzer. Ja, maar ook wel het pad. Hè. Datzelfde pad waar we het nu over hebben van de drie beeldjes richting Schinnepgeul. Ik kan me nog herinneren dat oud-wethouder Zef Kleine, die heeft er toen voor gezorgd. Uiteraard weer naar een ongeval, anders was dat niet gebeurd, om daar een omheining te maken langs de oevers van de Geul. Nou, dat hebben ze gedaan met stalen hekwerk. Nou, het ziet er niet uit, het is schots en scheef, er zijn stukken uit hier en daar. Dat hadden ze aan de natuur moeten aanpassen met mooie houten paaltjes, met een prachtig touw ertussen. Dat was veel mooier geweest. En het mooiste van alles is dat op de plekken waar het gevaarlijk is, daar staat niks. Ja, een tijdje geleden is Valkenburg uitgeroepen als wandelgemeente van Nederland, hè? Ja. Heb je dat gemerkt sinds ze die titel hebben dat het beter geworden is? Nee, dat vind ik niet. Ze hebben inderdaad uitgeroepen tot wandelgemeente 2019. Als ik dit vergelijk bijvoorbeeld met de vlakfietsroute, dan zeg ik van hoe is het in godsnaam mogelijk? Daar is 4,5 miljoen van de provincie voor uitgetrokken. Dat is die route van Buitengoed Geulemaas, hè? Precies. Vlakfietsroute, maar ja. Er is ook 8 ton van de gemeente Valkenburg aan besteed. En wat hebben ze aan de wandelpaden besteed? Nauwelijks of niets. Mooiste voorbeeld, hekjes die staan in de Oosterweg. Daar staat met een veld heeft opgeschreven dat het voetpad is. Dan zet je toch een groot bord neer met voetpad duidelijk, voor de wandelaars. Niet dan? Ja, het is wel duidelijk, maar je moet ervoor staan om het te kunnen lezen. Zo, met zo ontdek je dus heel veel dingen, terwijl je veel wandelt op allerlei plekken. Precies. En ja, meldt je dat ook op zijn tijd aan de gemeente? Ik heb dat regelmatig ook doorgegeven aan de gemeente, maar daar wordt heel weinig mee gedaan. Dat vind ik heel erg jammer. En in de wandelboekjes die jij schrijft en actueel houdt, zeg je dat ook? Slecht bewegwijzerd, slecht onderhouden? Nee hoor, dat heb ik niet gedaan. Want de wandelboekjes die je schrijft, die zijn uiteraard ook voor de Valkenburgers, maar ook voor onze toeristen. En dan probeer ik toch onze stad een beetje aan te prijzen bij de dus mensen. Dus toch de echte Valkenburger trots. En daar ben ik ook wel trots op. Een boekje geschreven met 14 schitterende wandelingen in Valkenburg. Vroeger dan was er ook een leus in Valkenburg. Dat was de voormalige burgemeester. Zoek het niet te ver, u vindt het in Valkenburg. En nu geloof ik hebben ze een andere leus. Valkenburg lacht u toe. En dat moeten we ook zo houden. De Pro Tour Amstel Gold Race 2020 gaat dit jaar door, maar helaas zonder publiek. De toertocht een dag later wordt afgelast. Dit nieuws is uitgebreid naar voren gekomen de afgelopen dagen. TV Valkenburg krijgt achtergrondinformatie van de heer Roy Pakbier, organisator. 10 oktober aanstaande, de Amstel Gold Race gaat door, maar helaas zonder publiek. 11 oktober aanstaande, geen toertocht. Wat betekent dat voor de organisatie? Ja, meerdere dingen. Enerzijds teleurstelling, want je wilt gewoon een heel weekend organiseren. Maar anderzijds ook wel ergens een opluchting. We kunnen ons nu helemaal focussen op die wedstrijd. En de twee wedstrijden, de heren en de dames, maar die zullen inderdaad zonder publiek zijn. Ja, hoe krijgen ze dat voor elkaar op de Kouwberg? Geen publiek? Klopt, de Kouwberg geen publiek. We gaan ervoor zorgen dat met name de startlocatie, de finishlocatie, er gewoon heel publieksvrij zijn. Ook geen VIP's worden toegelaten. En de belangrijkste beklimmingen, waaronder de Kouwberg, Bemelberg, Geulmelberg, die gaan we afsluiten voor publiek. Dus dat betekent verkeerstechnisch nou wel het nodige? Ja, verkeerstechnisch misschien niet direct als het gaat om het gemotoriseerde verkeer. Maar zeker wel voor het publiek. En we vragen dan ook iedereen om gewoon thuis eigenlijk de Amstel Gold Race te gaan kijken. Maar in uw marketing roept u op aan de mensen, kom niet naar Zuid-Limburg. Ja, klopt. We roepen op naar de niet-Zuid-Limburgers van kom niet naar Zuid-Limburg. En kom niet naar de Amstel Gold Race. En de Zuid-Limburgers moeten weg hier? Nee, absoluut niet. We gaan echt niemand, geen enkele inwoner van Zuid-Limburg wegsturen. Maar we vragen hen wel om slim mee op te gaan. En bijvoorbeeld
in eigen straten te gaan kijken. Of twee straten verderop als ze niet in de eigen straat voorbij komen. Dat mag wel, in de voortuin staan. Of ja, zeker. Maar ga alsjeblieft niet naar 6 of 7 of 8 beklimmingen. Ga gewoon in de buurt een keer kijken. En wat belangrijk is, is dat de NOS, die gaat vanaf 10:50 de Amstel Gold Race uitzenden. Dus we kunnen met z'n allen 5 uur lang genieten op de tv van de mooie Limburgse omgeving. Een soort compensatie als het gaat om de PR voor Zuid-Limburg. Ja, ja zeker. Dat is wel zo. Het wordt een tv-evenement waarbij we het publiek zoveel als mogelijk gaan weren. En als ik toch ga kijken, een mondkapje op, want dat is een bezoek van Tom Dumoulin. Ja, ja, als iemand een mondkapje op doet, zeker doen. Zeker doen. Op dit moment wordt natuurlijk door de Nederlandse overheid het niet strikt geadviseerd. En de komende 8 weken richting de Amstel Gold Race toe gaan we kijken of wij er nog iets anders over gaan roepen. Maar als Tom Dumoulin het roept, is het wel een goed advies, denk ik. Alle succes. Dankjewel. Tips, nieuws of evenement? Mail ons op info@tvvalkenburg.tv.